Dag dames en heren, we hebben een opvallend zachte dag gehad vandaag voor half maart. In het zuidoosten van het land werd het op veel plaatsen 18, plaatselijk zelfs 19 graden. Terwijl daar 2 dagen geleden nog gesneeuwd heeft. Nou, grote overgang dus van koud naar zacht. En dat heeft alles te maken met een stevige zuid- tot zuidwestelijke stroming waar we momenteel nog steeds mee te maken hebben. En ook dit weekend blijft de wind uit die richting waaien. Nou, zoals je ziet is het zeker niet zonnig in die omgeving, want er wordt veel vocht aangevoerd. Verschillende gebieden met bewolking en ook af en toe regen of buien trekken over onze omgeving. Nou, op maandag krijgen we vervolgens met meer bewolking en regen te maken vanuit het westen. En dan gaat de temperatuur wel een paar graden omlaag. Nou, vanavond en vannacht is het ook zacht. Temperaturen op de meeste plaatsen tussen de 7 en de 10 graden. In eerste instantie is het nog droog met in het noorden een paar opklaringen, maar later volgen in het midden en zuiden enkele buien, waarbij misschien ook al wel een klap onweer voorkomt. De wind waait uit het zuiden en is meestal matig van kracht, zo'n kracht 3 of 4. Nou, dat verandert morgen overdag weinig aan, opnieuw een matige wind uit het zuiden. De dag begint overwegend droog met verspreid over het land zonnige perioden en daarbij loopt de temperatuur ook weer vrij snel op. Op veel plaatsen wordt het 16 of 17 graden, misschien in het zuidoosten van het land zelfs een graad of 18. Nou, vanaf de namiddag en in de avond ontstaan dan met name landinwaarts stapelwolken. En daar kunnen ook een paar regen- en onweersbuien uit ontstaan. Nou, heel onstabiel is de lucht niet, maar lokaal kan het dus wel even onweren. En tijdens een heel felle bui is ook wat hagel mogelijk. Nou, in de loop van zaterdagavond dan lossen de buien geleidelijk aan weer op en zullen ze bovendien naar het noordoosten wegtrekken. Ook zondag vallen er verspreid over het land een paar buien, maar dat zijn er toch duidelijk minder en ook veel minder intensieve exemplaren dan zaterdag. De wind draait ook iets meer naar het westen, dat betekent lagere temperaturen. Het wordt 10 graden in het noordwesten tot nog 14 graden in het zuidoosten van het land. En met name aan de kust komt een vrij stevige westenwind te staan in de loop van de dag. Nou, ook volgende week blijft het tamelijk wisselvallig met eigenlijk elke dag wel een paar buien of wat regen. De temperatuur gaat tijdelijk omlaag naar zo'n 11 of 12 graden aan het begin van de week. Maar geleidelijk aan draait die wind toch weer naar het zuiden tot zuidwesten in de loop van volgende week. En stijgt het kwik weer tot 15 graden en in het zuiden van het land zelfs nog iets hoger dan dat. Kijken we dan nog iets verder, dan zien we hier ongeveer die piek vallen van die temperatuur. Maar daarna lijkt het toch weer af te koelen. Met temperaturen in de week daarna, richting de maandwisseling naar april, van nauwelijks 10 graden overdag en in de nachten kan het dan zelfs weer een graadje gaan vriezen. Ik wens u een goed weekend.